allereerste vraag die je altijd moet stellen is: is het werkwoord dat we moeten vervoegen persoonsvorm ja of nee? Als je totaal niet weet hoe je de persoonsvorm moet vinden in een zin, op de achterzijde staan ook wel enkele hulpmiddeltjes. Ik heb een voorbeeldzin genomen. Vind jij sneeuw ook zo leuk? Vind is het werkwoord dat we moeten vervoegen, want dat is onze persoonsvorm in dit geval. Dus dan heb je hier al het halve oranje vierkantje dat we gaan moeten verbinden met iets anders. We hebben drie mogelijkheden. Ofwel is ons onderwerp enkelvoud, ofwel is ons onderwerp meervoud, ofwel is er totaal geen onderwerp. In dit geval vind jij sneeuw ook zo leuk. Jij, ons onderwerp is gewoon enkelvoud, dus we verbinden dat met dit andere halve oranje vierkantje. Daarna moeten we onze vraag stellen of ons onderwerp ik is, onderwerp jij, je en staat het achter de persoonsvorm, of is ons onderwerp jij, hij, zij, het, u. In het geval van onze zin, vind jij sneeuw ook zo leuk, staat jij, je gewoon achter onze persoonsvorm. En dan is het eigenlijk heel logisch, je moet dan gewoon maar volgen. Je hebt hier nog een halve oranje bol, die moet je dan verbinden met uiteraard de andere helft van die oranje bol. En zo kom je ook bij de juiste uitkomst terecht. Vind is gewoon de stam van ons werkwoord. Eindigt op een D, daar hoeft geen T of in het totaal geen DT te staan. Vind jij sneeuw ook zo leuk? Van het werkwoord vinden schrijf je gewoon de stam. Dat eindigt op een D. Zo, en nu weten jullie hoe het werkwoordenwiel werkt. Dus kunnen jullie er binnenkort zelf een draai aan geven.